Beste vrienden, jullie namen deel aan de campagne België is geen eiland. En dankzij jullie was die zichtbaar in het straatbeeld, op de sociale media, in de reguliere media. En bovenal vonden we een aantal van onze eisen ook terug in de verkiezingsprogramma's van de democratische partijen. Ik denk aan de 0,7, Tobin-tax, klimaatmaatregelen en dat soort zaken. Dat was voor de verkiezingen. Intussen zijn we enkele maanden na de verkiezingen en is de formatie volop aan de gang. En er lekt van alles over die formatie, maar heel weinig over het buitenland, heel weinig over ontwikkelingssamenwerking of klimaat. En dat baart ons zorgen. Als we alleen nog maar kijken naar deze zomer, dan zagen we het conflict in Gaza, het conflict in Oekraïne, het aanslepende conflict in Syrië, de uitbraak van ebola in West-Afrika. En heb ik het nog niet over het meest recente, dramatische klimaatrapport. Dit zou centraal moeten staan tijdens de onderhandelingen. Dat is de boodschap die we willen brengen en die we zullen blijven proberen te brengen. En als de onderhandelaars niet willen luisteren van de Zweedse coalitie, dan zeggen we hen, België, ingen, ue.